Ja, trainer, deze telt denk ik deze overwinning, hè? Ja, iedere overwinning telt, maar ja, je weet het belang van deze wedstrijd en de weerstand ervan. Ja, dan ben je blij gewoon dat je deze winnend afsluit. En je had een behoorlijke rol door in de eerste helft Dankel uit te wisselen, die echt op het randje van de tweede gele kaart zat. Ja, dat is ook je werk, hè. Ik bedoel, ja, we deden de eerste 20 minuten heel erg goed, kregen we er goed druk op. Vervolgens maakten we daar, deden we dat wat minder en dan komen ze toch aan die kant steeds door. Ja, en Damiel moest daar een aantal keren in ingrijpen, wel of niet overtredingen. Alleen ja, dan weet je, hij heeft al geel, er zijn een paar van die momenten geweest. Ja, dan moet je ingrijpen en dat is lullen voor Damiel in dit geval. Maar dat zijn wel wedstrijdbepalende momenten, ja, dan moet je daar die beslissing nemen. Pakte goed uit, de 1-1 viel, jullie kwamen met 2-1 voor, vlak voor rust. Wat maakte nou het verschil vandaag tussen NAC en Willem II? Ja, het was een wedstrijd die heel dicht bij elkaar zat, vond ik, aan alle kanten. Ik vond dat wij heel goed starten, NAC die vecht zich uiteindelijk goed terug. Wij komen goed op voorsprong, zij komen weer terug. Dus ja, er zat van beide teams gewoon twee teams die wilden winnen. En wat ik al zei, druk geven ging bij ons op de duur niet meer volgens het plan en hoe we dat wilden. Maar ja, dan zie ik wel een team dat blijft strijden en blijft doorgaan. En ja, ondanks een paar keer een kans uit een voorzet waar wij niet blokken. Of dat we zelf een bal slecht verwerken, krijgen zij een kans uit. Maar niet uit de manier van spelen of dat we daar weggespeeld worden. Ik denk dat wij zelf uiteindelijk de wedstrijd gewoon moeten beslissen. We krijgen, uit de manier hoe wij willen spelen, creëren we nog 2-3 kansen. Hele grote kansen, ja, dan moet je beslissen. Ja, via Sol bedoel je, ja, inderdaad, NAC. 1-0 nog één. In de tweede helft kreeg NAC niet heel veel kansen. Eigenlijk, ja, jullie trokken het eigenlijk wel vrij makkelijk over de streep. Ook wel een compliment waar, denk ik. Ja, maar dat is waar je sowieso de laatste tijd in het team wel terugziet. Dus er is echt wel een fighting spirit, er zit een drive, er zit energie op. En ze voeren het plan gewoon samen heel goed uit. Dus ze helpen elkaar, ze steunen elkaar. Weten wat hun eigen kwaliteiten zijn, wat ze moeten brengen. En dat brengen ze ook. En dan zie je waar je staat bij met elkaar. 33 punten. Ja, het kan toch haast niet meer mis, zou ik zeggen, toch? Ja, al je collega's stellen die vraag. Nogmaals, ik geef weer hetzelfde antwoord. Wij zijn iedere week bezig met uit die wedstrijd kijken wat we eruit kunnen halen. En ik zeg tegen je collega ook al, we zijn doodziek dat we die rode kaart vorige week gepakt hebben. Hè, tegen Excelsior, want daar was ik van overtuigd, die hadden we ook gewonnen. Ze hadden echt goed in de wedstrijd. Hè, dus ik raak er nu bijna nog geïrriteerd van. Maar dan is het wel knap hoe zij in zo'n wedstrijd als dit, met alle spanning en druk en rivaliteit erop, ja, dat ze dit kunnen brengen. Dus dat is gewoon mooi. Als je net zo speelt als jullie de laatste weken spelen, ja, dan is het ook niet reëel om nog steeds weer over degradatie te blijven spreken. Nee, maar ik vind dat je daar sowieso niet over moet praten. Het enige wat wij doen is praten over de manier hoe wij willen voetballen, hoe wij met elkaar willen omgaan, wat wij willen uitstralen als we in het veld zijn en daarbuiten. En daar hebben we het iedere dag over. En alles wat het gevolg daarvan is, daar zijn we niet mee bezig. Ik wil nog twee zaken aanstippen. Ten eerste, de rest van de zondag, wat ga je doen? Feestvieren? Nou, ik ga zo het autootje naar huis en dan komt er nog wel een wijntje bij, denk ik, vandaag. En het andere zullen ook waarschijnlijk andere collega's hebben gevraagd, maar toch, jouw toekomst. Het gaat ontzettend goed, punten worden gehaald, bijna veilig. Je ambitie ken ik ook. Is er al gesproken met Willem II over volgend seizoen? Nee, is nog niet gesproken. Vind je dat het lang duurt of zeg jij, eerst nog even echt veilig zijn, dan zie ik met vertrouwen bij de toekomst tegemoet? Het is geen item voor mij, zeg maar. Hè? Dus ik ben iedere dag gewoon, ik ben gevraagd om deze job te doen tot het einde van het seizoen. Nou, dat doe je op een manier waar je zelf in gelooft en waar je zelf achter staat. En waar we gelukkig in het spel en resultaten tevreden over mogen zijn. En ik geniet daarvan iedere dag. Hè? Met mijn staf samenwerken, met die spelers samenwerken. En nou, dat straalt dus ook uit op het veld. En ik vind het mooi hoe ze op onze staf reageren. Dus dat zijn allemaal positieve punten, daar krijg ik energie van. Maar ja, deze vraag die jij nu stelt, die is uiteindelijk voor Joris en de rest van de directie en de raad van commissarissen. Dus daar ga ik niet over, dus daar ben ik ook helemaal niet mee bezig.